So, what's up, guys? We zijn weer back in de gym. Het is maandag, gloednieuwe dag. Ik ben eventjes wat Yango water aan het pakken. Ik ben er ready voor. Het is dag 1 van mijn trainingsschema. En shout out naar Jeroen. Dankjewel dat je het trainingsschema hebt gemaakt. Ik ga hem killen. Dus ja, let's get it. Gym workout. Daarna is het gewoon lekker editen vandaag. De Q&A komt vanmiddag ook in deze vlog. Dus ja. En voor nu. Game 3 van Hawks tegen Milwaukee aan het kijken tijdens de gym. Dus let's get it. Niggas been counting me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing down names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit, the game is off balance, I'm back on my shit. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it, you all on my dick. I'm all in my bag, as hard as it get, I do not snort powder, I might take a sip, I might hit the blunt, but I'm liable to trip. I ain't popping no pill, but you do as you wish. I roll with some fiends, I love them to death, I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my niggas is broke? What good is first class if my niggas can't? That's my next mission, that's why I can't quit. Just like LeBron. 5:10. Ik heb me nog nooit zo in het zweet gewerkt op dit tijdstip. Nieuwe oefeningen van meneer Lenting. Niet normaal. Echt niet normaal. Ik ben echt. Het sloopt. Chips, just put the rollie right back on my wrist. This watch came from Drizzy, he gave me a gift. Back when the rap game was praying like this, to act like two legends cannot coexist. But I never beef with a nigga for nothing. If I smoke a rapper, it's gon' be legit. It won't be for clout, it won't be for fame. It won't be cause my shit ain't selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be cause some niggas slid in my lane. Everything grows, it's destined to change. I love you little niggas, I'm glad that you came. I hope that you scrape every dollar you came. I hope you know money won't erase the pain. To the OGs, I'm thanking you now. Was watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. Fuck if you feel me, you ain't got a choice. I ain't do no promo, still made all that noise. This shit gon' be different, I set my intentions. I promise to slap all that hate out your voice. Zeg maar Bas, wat vonden we ervan? Ja, dit was zwaar, man. Dit was anders dan anders. Een circuitje opgezet, gekregen door, sorry. Jeroen. Jeroen, thanks. Het kills, kijk. Zweten, zo hard voor 6:00. We gaan er vol houden, we gaan kijken waar het brengt en fit het nieuwe seizoen in. Let's go. Ja, ik ben gesloopt, Bas is gesloopt. Goeie eerste dag, morgen mobiliteit. Woensdag gaan we dag 2 pakken van het trainingsschema. Dus nu weer naar huis fietsen en let's get it. Yo, what's up guys? We zijn op mijn kamer. Vanochtend heerlijke workout gehad. Gesloopt, gekild. Jeroen, nogmaals bedankt. Ik zal je Instagram eventjes hier beneden neerzetten in mijn beschrijving. Hij heeft het trainingsschema voor mij gemaakt voor de komende 12 weken. Dat is gebaseerd op 3 trainingen per week. Ik zelf ga er nog wat meer doen. Hij heeft 3 trainingen per week voor me gemaakt. En dan 1 of 2 trainingen vul ik zelf nog in. Verder ben ik nu druk bezig met editen. Rich Kenny, artiest, waarvan ik de social media beheer. Ik heb gisteren met hem gefilmd. We hebben een interview opgenomen. Dus die ga ik editen. En dan kan die deze week denk ik online of misschien volgende week. En verder waren er nog een aantal vragen binnengekomen. Want afgelopen week had ik in een story geplaatst dat ik een Q&A zou doen. Daar heb ik een aantal vragen bij uitgekozen. En die ga ik even beantwoorden. Dus de allereerste vraag die ik heb gekregen was... Wat is je belangrijkste zomerroutine? Voor de komende zomer, die is eigenlijk al begonnen bijna... Wil ik 4:30 opstaan. Of tenminste 4:00 opstaan, 4:30 in de gym. En dan gymmen tot 6:00. Thuiskomen, douchen en dan gewoon allemaal werk klaar hebben om 12:00, 1:00. Zodat ik de rest van de dag gewoon lekker kan genieten en doen wat ik wil.
Waarom sta je zo vroeg op om te trainen en hoe bevalt tot nu toe en hoe vaak train je per week? Ik ben ermee begonnen omdat Bas, die stond vroeg op en die ging trainen. En ik had zoiets van, ja, ik moet ook gewoon grinden. Ik moet ook gewoon hard gaan en het werk erin stoppen. Ik wil ook fit worden. En ik zei van, ja, weet je wat, ik ga gewoon een keer met je mee. Kijken hoe het is, kijken of het bevalt. En mensen verklaren me voor gek. Snap ik, want wie staat er nou om 4 uur op om te gaan trainen om 4:30? Maar het bevalt me wel heel goed. Ik voel me best wel fit en energiek. De gym is lekker leeg, dus ja, je hoeft niet te wachten op iemand die iets gebruikt, een apparaat of iets. En je kunt gewoon lekker je ding doen. En dat vind ik zo heerlijk aan 's ochtends sporten. Ik ga de deur uit en het bord ligt. En dan ben ik klaar met mijn sessie en dan is het licht. Dus ja, ik vind dat heel lekker. En je hebt nog gewoon de rest van je dag heb je nog. In plaats van dat je bijvoorbeeld, je staat op en dan moet je bijvoorbeeld werken. En dan moet je aan het eind van je dag, moet je nog gaan sporten. Dan heb je vaak al minder zin. Dan heb je de hele dag bijvoorbeeld achter de computer gezeten, geëdit, weet ik het allemaal. En dan moet je nog gaan sporten. En vaak is die motivatie dan lastiger te vinden. Voor mij in ieder geval wel. Dus dit bevalt me tot nu toe heel erg goed. Ik ga dit gewoon volhouden. En ik train nu 3-4 keer in de week. Ik wil eigenlijk 3 tot 5 keer workouts doen. Dus zoals ik net al zei, Jeroen heeft een schema voor mij gemaakt voor 3 dagen in de week. Dat zijn heel veel basketball gerelateerde oefeningen, maar ook kracht. En daarnaast wil ik nog 1 of 2 dagen pakken voor mobiliteit en stabiliteit. Dus voor mijn enkels, voor mijn knieën, voor mijn heupen. En dan heb ik nog basketbal wat 2 keer per week is. Dus best wel veel sporten. Maar ik ben wel weer heel erg gemotiveerd. En ik wil eindelijk gewoon een keer in shape komen. Dus ik wil gewoon, Hot Boy Summer, weet je. Dat is gewoon, dat is het doel nu. Dus daar ga ik ook voor. En het resultaat gaan jullie sowieso zien. Ben je blij dat de lockdown over is? Jazeker. Ondanks dat het aan de ene kant wel oké was, laat me zeggen, gewoon even niks hoeven doen, gaat het ook wel een beetje vervelen. En nu mogen we heel veel dingen doen. Ik ga in augustus ga ik ook lekker op vakantie, 9 dagen. Dus ik ben heel blij dat het weer over is. En dat nu dat de mondkapjesplicht weg is in de stad, in de supermarkt, is best wel gek. Maar daar ben ik ook wel blij om. Want die mondkapjes, voor mijn gevoel, ik kreeg het heel snel benauwd van als je hem langer ophoudt. En ik vond het niet chill in ieder geval. Wat voor werk doe je momenteel precies? Ik hou me vooral bezig met video editing, video's maken. Ik heb een aantal bedrijfsvideo's gemaakt voor een bedrijf. En nu doe ik de social media van Rich Kenny. Dat is een artiest. Woont in Amsterdam, komt uit de UK. En ik maak zijn video's, ik post zijn content. Dat is een project waar ik mee bezig ben. En basketbal natuurlijk. Komende vrijdag heb ik een gesprek bij Yosh United. En dan gaan we kijken wat de toekomst brengt. Vooral videowerk, een beetje social media. Maar het belangrijkste is, ik doe wat ik leuk vind en wat ik graag wil doen. En dat is mij eigenlijk alles wel waard. Als ik dan een keer wat harder moet werken of zo, dan is dat mij het waard. Dus dat is wat ik doe qua werk. En de laatste vraag heb ik: wat voor camera gear heb je en wat is je setup? Ik heb een A7S3 van Sony. Maar ik heb een paar maanden geleden heb ik een video gemaakt en die kun je hier beneden in de beschrijving kun je die terugvinden. En daarop staat precies wat mijn gear is. Maar ik film met de Sony. Dus alles in 4K. Hele grote bestanden. Kwaliteit is er wel naar. En verder mijn setup. Ik heb een MacBook Pro M1. En een ultra-wide monitor waarop ik gewoon lekker kan editen. Dat is een beetje mijn setup. En dat was dan ook wel de Q&A. Ik ga binnenkort gewoon nog meer vragen beantwoorden. Ik zal dat tussendoor gewoon doen als ik een video heb met een trainingssessie. En
ik weet dat ik verder niet veel bijzonders heb, dan gooi ik weer een story uit. Kunnen jullie weer vragen stellen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende episode weer. Let's get it!